Daimo is de nummer 1 in Europa op vlak van labeltoepassingen, zowel op etiketten als op labels. Met onze producten kan je dus een korte tekst afdrukken op een etiket. We hebben toepassingen voor thuisgebruik, typisch voor kantoorgebruik, maar ook voor industriële omgeving. Momenteel werken wij nog tamelijk ambachtelijk op de werkvloer, met heel veel papierwerk, doorgeefwerk, ook wel dubbelwerk. En de bedoeling van het project met het Devo-team was om eigenlijk ons ERP-systeem te koppelen aan onze geautomatiseerde machines. Wij zijn een eindje al aan het inzetten op digitalisatie, maar de basis was in feite machinelogging. Daarnaast hebben we ook het stuk wat dan de mensen doen. En daar komt ook nog zeer veel administratie bij. In Excel werken, op papier gaan uitprinten, dat ronddragen in productie, dat ophangen op de verschillende borden aan de machines, dat neemt tijd in beslag. Dat uitprinten, dat ronddragen. Als zeer veel zaken manueel gebeuren, dan wordt er al een keer een fout geschreven. Toen dat wij in feite bij Durasal op bezoek geweest zijn, naar aanleiding van de uitnodiging van Agoria, hebben we daar in feite het voorbeeld gezien van wat dat Devo-team daar betekend heeft. Eerst gaan we in kaart brengen, oké, hoe werken jullie? Dus wat doen jullie nog op papier? En vanuit daaruit kunnen we dan eigenlijk een zicht gaan ontwikkelen van oké, wat is er hier aan verbeteringspotentieel, niveau van informatiedoorstroming? Eens dat je dat hebt, is dan de volgende stap dat je naar Daimo toe een implementatietraject kunt voorstellen. Op basis van dan, de technologie die wij gebruiken, dat is Microsoft 365 platform. Gecombineerd met een data-integratie- en visualisatie-framework Ometa. Dat is een Belgische firma, Ometa, waarmee dat wij samenwerken. Door al dat papierwerk weg te doen en al dat Excel gekopieerd, zijn er heel veel stomme taken die verdwijnen uit dat leven. En voor Daimo is dat natuurlijk tijdsbesparing. Dat wil ook zeggen dat die mensen zich gaan kunnen bezighouden met andere zaken. Want er is nog zoveel te verbeteren. Dus zij gaan eigenlijk ook daardoor tijd vrij krijgen om proactiever te gaan inspelen op kwaliteit, op opvolging. Als dit project overigens de afdeling is doorgetrokken, betekent eigenlijk dat we in staat zijn om heel flexibel op de vraag van de markt te reageren. Als je dat kunt verwezenlijken, dat je volledige productie in feite digitaal kunt maken en dat je voor de mensen op de vloer een verschil kunt maken, daar doe je toch wel voor.